maakt u het? Wat kan ik voor u doen? Ik zoek een betrekking. Een betrekking? U? Ja. Nee. Kom, kom. Maak geen gekheid. Ik maak geen gekheid. Ik moet werken. Ik moet geld verdienen. Ja. Pardon, ik wil natuurlijk niet indiscreet zijn, maar... Uw vader is toch... Nou, met mijn vader spreek ik niet meer. Ach. Je wil niets meer met me te maken hebben omdat ik getrouwd ben. Getrouwd? Mm-hmm. U bent getrouwd? Ja, nee, ben ik kwalijk. Ik wil niet indiscreet zijn, maar... Hoe gaat het met die kleine waarmee ik je zo dikwijls gezien heb? Die kleine typiste. Dat is nu mijn vrouw. Komt u ontbijten, meneer? Nee. Mary, waarom ben je zo nerveus? Ach, omoekie. Hans van Maren komt straks hier. Meester van Maren? Ja, ja. Ach, hoor. Zo. Ik wil met vader spreken. Aha. Zo, zo. Lala. Waarover? Omoekie, dat weet je toch. Oh. Wel, vadertje. Morgen, Cora. En mevrouw, mijn vader? Goed, vader. Wat ben je vandaag goed in je humeur? Ik heb nog helemaal geen ruzie gemaakt. Weet je dat? Ontbijt kunnen doen.
Goedemorgen, meneer Van Aert. Ja, wel te rusten. Ik bedoel, goedemorgen, jongeman. U wilt zeker vrouwen even spreken. Nee. Vandaag zou ik graag eerst even de baron spreken. Hans! Je boft. Vader is vandaag zo reusachtig in zijn humeur. Ja, werkelijk? Ja, ga gauw mee naar zijn kamer. Dan zal ik hem even zeggen dat je er bent. Ja. Het was toch heel wat gezelliger toen je jongen nog hier was, hm? We kunnen er nou toch samen rustig over praten, Conrad. Je bent zo goed geluimd vandaag, hm? En wees nou eens eerlijk, jij bent toch aan die jongen gehecht. Dat is toch zo, dat weet ik toch. Niet opwinden, Conrad. Dan moet je weer die nare druppeltjes innemen. Ze zijn hier allemaal dol op die jongen. Zelfs de keukenmeid, die oude Katrien. Weet je wat ik zo even gezien heb? Ja, ik weet eigenlijk niet of ik het je wel mag vertellen, maar... omdat Willy overmorgen... een jaar getrouwd is, hè? Heeft ze een postpakket gemaakt. Met wat lekkernijen en zo. Lief, hè? Ha! Een postpakket te sturen aan mijn zoon. Maar ik... Wat houden, dat pakket wordt niet gestuurd. Dat pakket bleef hier. Maar ik wil alleen maar... Oh, je brutale hond. Denk toch. Geef ze, weg. U moest u schamen. Wat schamen, zeg maar jij als je brutale hond houden. Echo. Natuurlijk. Die arme Katrien wil uw zoon een verrassing sturen omdat zijn vader niet meer aan hem omkijkt. Man, oude brutale vogel van schrikkersmans. Op zee. En eruit. En ik wil je niet meer zien. Oh, wat nooit meer. Begrijp je dat? Lelijke oude brombeer. Dat is toch mijn beste baron van Hergeshuizen. Het verheugt mij u in zo'n stralend en opgewekt humeur te zien. Dat geeft me dan ook de moed u te vragen of ik misschien, dat wil zeggen, of... Daar heb ik dan nog net op gewacht. Er is hier maar één mens die de schuld is van alles. En dat bent u. Ik? En dat noemt zich Willy's beste vriend en laat hem trouwen met zo'n tip, juffie. Maar u kent uw tip, juffrouw schoondochter niet eens. Nee, dat moest er nou bij komen dat ik me aan dat vrouwmens liet voorstellen. U bent de schuld van alles. En dat durft nog in mijn huis te komen met bloemen in zijn hand. En die betrekking wat de bank heeft, dat is ook uw werk. Anders zou meneer te afhankelijk zijn van zijn vader. Mijn werk? Nee. Ja, maar dat plezier zal ik hem gauw vergallen. Op die bank is hij de langste tijd geweest. Ach, nee. En maakt u nou dat u wegkomt, anders maak ik me kwaad. Oeh, wat ik u eigenlijk nog vragen wou. Hebt u er iets op tegen als ik met uw dochter trouw?
Zakt het, Conrad? Zakt. Zo. Die leeuwen zullen we maar weer even op stal zetten. Hm? Stal. En? Ja. Vertel eens. Heb je nog niemand ontslagen vandaag? Nee, niemand, nee. Oh, ja, toch. Huishoudster. Ja, dat, ja, ik denk ook al. Die is eruit. Nou, dat is dan de 12e van dit jaar. Hm? Ja. Dan zal ik maar even naar Amsterdam gaan om de 13e te zoeken. Moekie, jij bent de beste. Ja. En jij? Jij bent de grootste. Grootste wat? Hm? Huh? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Maar heb je hem dan helemaal niet verteld waarom je kwam? Ja, natuurlijk. Ik heb gevraagd of hij er iets tegen had dat ik met jou zou trouwen. Ja. En wat zei hij toen? Nou, heeft hij veel gezegd. Nee, er stond zo'n bronzen leeuw op de schrijftafel. Hè? Nee, was zo groot. Ja. En die heeft hij opgepakt. En toen ben jij weggelopen. Huh? Nou, het zou toch zonde geweest zijn van een mooie leeuw? Nee, dat moet een man voorstellen. Weet je wat jij bent? Hm? Vervelende slappeling. Nou, slappeling. Mary. Mary nou. Mary, luister nou eens. Heus, ik zal het nog eens proberen. Ik kom terug als het toevallig nog eens een goede bui heeft. Huh? We daarop moeten wachten. Hebben we allebei zo'n baard. Wat? Oh. Mary. Waar kom jij vandaan? Van hier. Ga mee. Ik ben uitgeknepen. Uitgeknepen? Nou, je vader zal eens een schrik zijn. Ach, oh Moekie. Dit is die immersdag nooit. Willy is vandaag een jaar getrouwd. Ik ga hem feliciteren en ik ga kennis maken met zijn vrouw. Zo. Nou, kom dan maar. Ja? Fijn. En vertel eens, Mary. Wat was er nou eigenlijk aan de hand met de Van Maren? Ziezo, hier woont Willy. Hier? Nee, niet hier, daar. Zo. Maar daar ga je niet mee? Maar nee, ik moet toch een nieuwe juf zoeken. En ik kan nog niet alleen naar binnen gaan. Waarom niet? Je schoonzusje zal je heus niet bijten, hoor. Hou, moet ik gaan mee? Nee, dat kan niet. Nee, heus, dat kan niet, hoor. Nou, ik ben gewoon weer terug, hoor. Ze begrijpt toch niets van? Nee, wel. Dag.
Het beste zou natuurlijk zijn een beetje stevige persoon, weet u, een die weerstand heeft. Oh. Hm. Is het werk bij u zo zwaar? Nou, zwaar niet, maar komt wel eens een enkele keer voor dat, hoe zal ik zeggen, ruzietjes zo met mijn zwaar. Nou, hm. Ze moet stevig kunnen aanpakken in ieder geval. Zo. Hm. Nou, gaat u dan maar even mee. Dan kunt u er zelf weer uitzoeken. Kijkt u nog maar eens rond. Er zijn zo wat je noemt stevige knapen bij. Kijk eens, dames, ik zoek een goede huishoudster, begrijpt u? Die vertrouwd is met alle mogelijke werkzaamheden. Ze moet natuurlijk goed kunnen koken en verstellen en zo. En van dit en van dat en van zus en van zo. Ja, ik heb er niet veel verstand van, maar u begrijpt me wel, nietwaar? Het is voor op het slot Hergershuis. Ja, maar had u dit dan nadelijk gezegd? Daarvoor heb ik niemand in voorraad. Weet u wat een dame mij vertelt die daar 4 weken gewerkt heeft? Dat bestaat niet. Langer dan 14 dagen is er nooit iemand bij ons gebleven. Nou ja, goed, goed, goed. 14 dagen dan. Maar die dame heeft verteld dat die baron, dat is geen mens. Dat is een wild dier. Een wild dier. Een wild dier, wacht eens even. Wacht eens even, ja. Misschien heb ik toch iets voor u. We hebben hier een leeuwentemster. Die... Ja, die kan goed zijn. Ja, die heeft een ongelukje gehad in de kooi en die wil nou huishoudster worden. Wacht je maar eens even, ik zal het even halen. Ogenblikje, ogenblikje. Roosje! Ja? Die is Roosje. Ja, het is goed. Komt u maar. De eerste. Mag ik dat voor de sla nemen? Ja, natuurlijk. Vertel eens, Mary. Voel je je nooit eenzaam, zo helemaal alleen in het grote land? Hoezo alleen? Vader is er toch? En oom Moekie? Nou ja, ik bedoel, heb je nooit aan trouwen gedacht? Ja, natuurlijk wel. Er is ook wel iemand waar ik erg veel van hou, maar die kan ik niet uitstaan. Hoezo? Wie is dat dan? Och, wat doet het ertoe? Ik wil je zijn naam liever niet zeggen. Hij heet Hans van Maren. Hans? Hans van Maren? En die kun je niet uitstaan? Ach, wacht, dat is toch een vent van niks. Zo'n slappeling. Zo'n schat van een jongen. Weet je wat? Ik ga Willy van de bank halen. Hm? Je kunt zo lang op de appeltaart passen. Ik kan hem er dan op voorbereiden dat je er bent. Zal ik ondertussen de aardappels schillen? Als je ze niet wilt, dan graag. Ik ben zo terug, hè? Dag. Tot straks. Dag, Loesje. Dag. Ga je uit? Ja, ik ga Willy van de bank halen. Ah, oh, wat jammer. Ik kwam jullie juist feliciteren met je trouwdag. Ach, erg lief van je, hoor. Je kunt eigenlijk best boven op me wachten. Ja. Hier heb je de sleutel. Dank je. Maar schrik niet, want de boeman is boven. Thank you.
toch niet mijn bedoeling om je zo te laten schrikken, hè? Help. Oh, wat is goed, hè? Zo, zo. Er is nog niets aan de hand. Goed, hè? Goed, ja? Ja, goed? Nee, niet goed. Ja, nou, wat is hier aan de hand? Wie heeft die zo geschreeuwd? Ja, ik weet het niet. Een vrouw heeft hulp geroepen. Ze zegt help, help. Ja. Ja. Miri, Loes, waar zijn jullie nou? Waar zijn jullie? We hebben ons zo even verloofd. Wat? Ja. Wat? Huh? Ja. Verloofd? Ja. Nou, moe. Als je gaat trouwen, hoef je toch niet om hulp te roepen? Nou, dat moet je niet zeggen. Hoezo? Huh? Bent u getrouwd? Ik? Nee. Maar ik heb ook niet om hulp geroepen. Oh. Nou, dan zullen we maar wegwezen. Nou, met er is niks aan de hand. Ja, dus goed. Goed. Ja, ja, ja. Helemaal niks. Hoe kunnen jullie zo'n leven maken? Om een verloving? Dat is nog helemaal niets. Zo is wat beleefd als vader het wil. Ja, u moet het vertellen, Omoekie. Ja, dat zou je wel willen, ja. Ik denk er niet aan. Ja. Zoveel druppeltjes hebben we niet in huis. Waar is Loes toch? Die is Willy van het kantoor gaan halen. Oh. En ik ben hier om op de appeltuin. Huh? Op de appeltuin. Huh? Wat? Appeltuin! Ik versta appeltuin. Ik ben toch zo gelukkig. Zo gelukkig. Het is dadelijk 5 uur. Zeg, Willy, ja? Wat heb jij helaas? Ja, ik moet direct naar huis. Mevrouw heeft reuze taart gebakken. We zijn vandaag precies 1 jaar getrouwd. Zo. U moet dadelijk bij de directeur komen. Ja. Hij moet u spreken. Wilde me spreken? Ja. Maar ga toch zitten, mijn beste Hergershuizen. Nee, dank u. Ja, ik kan tot mijn grote spijt niet langer van uw diensten gebruik maken. Waarom niet? Bent u niet tevreden over mijn werk? Oh, nee, integendeel, meer dan tevreden, maar... Waarom dan? Ik begrijp het. Mijn vader niet, waar? Ik zal proberen om iets anders te vinden. Ik dank u in ieder geval voor alles wat u voor mij gedaan hebt. Ja, een ogenblik. Ik wil me niet mengen in uw familie-aangelegenheden. Ik wil ook niet indiscreet zijn. Maar mag ik u een goede raad geven? U moet u weer met uw vader verzoenen. Liever bijt ik mijn tong af. Mag ik misschien even storen? Nee. Nu misschien? Ja. Merci. Kijk, ik heb er eens over nagedacht hoe we de oude heer op de hoogte zullen brengen van deze zaak, nietwaar? Hoe dan? Luister. Zo gauw als hij in zijn humeur is, dan stuur ik je een telegram. Bijvoorbeeld. Kom dadelijk, Hergershuizen.
tot regeling gewichtige familiezaken. Maar dan moet je ook direct komen. Natuurlijk, dan kom ik direct. Ah. Zeg maar, luister eens. Ja. Die leeuw die staat toch niet meer op de schrijftafel? Hè? Meri! Meri! Willy! Dag. Meri, wat zie je er prachtig uit. Ja. Geweldig. Ik zit niet de hele dag op een kantoorkrukje. Nou, ben ik een stiefkind, wat is dat? Dag, Omoekie. Dag, jongen. Maakt u het. Dag, Willy. Dag, jongen. Kinderen, kinderen, wat ik blij dat jullie allemaal hier bent. Gefeliciteerd, hoor, jongen. Van harte. Dank u. Dank u wel, hè. Ja, we zijn alweer een jaar getrouwd. Ach, nee, weer gek, dat meen ik helemaal niet. Ik bedoel, ik wou je feliciteren. Met de verloving van Meri en van Mare. Dat ze me. Nee, maar ze. Ja. Mensen, mensen, wat geweldig van harte, hoor, Meri. Dat zal ik wel doen. Meri, kom eens even hier. Ja. Was het vroeger niet een appeltaart? Ja, maar ik dacht. Appeltaart, dat is niet meer zo modern, hè? En toen heb je gewoon even een andere gebakken. Ja, ja. Dat heb je werkelijk prachtig gedaan, niet waar? En vertel eens, Willy, hè? Hoe voel jij je nou zo op je kantoorkruk? Hè? Wat zal ik u zeggen? Dat gaat best wel. Zo? Ja. Mooi. Vertelt u dus, is er thuis nog iets nieuws? Of? Nee, niks, nee. Nee, je vader is nog altijd goed bij stem. We krijgen de eerste van de maand, de 13e huishoudster van dit jaar. Ja, misschien heeft zij geluk. Zit. Ja. Vertelt u eens eerlijk om, Mokkie. Spreekt mijn vader wel eens over me? Nou, spreken mag je het eigenlijk niet noemen. Als hij over je spreekt, dan schreeuwt hij. Hij kan er schijnbaar niet aan wennen dat ik nu met Loes getrouwd ben. Nee. Als je over Loes spreekt, dan schreef hij zeker ook. Nou, schreeuwen mag je het eigenlijk niet noemen. Dan brult hij. Mooi pak heb je dan? Vindt u? Ja, nou. Zit goed, zit geschilderd. Een beetje overdreven. Draai eens om, draai eens om, draai eens om. Ach. Kijk, hè. Zo. Nee, het zit keurig. Minstens twee jaar af. Zo. Ja. Nou, dat kun je niet zien. Nee, dat kan ik niet aannemen. Jongen, heus, neem het maar aan, jongen, heus, geloof me nou. Dat heb ik je vader afgewonnen met poker, heus. Nee, heus niet, hoor. Ik heb het niet nodig. Wat ik nodig heb, dat heb ik. Ik heb immers een prachtige betrekking. Kom, laten we nog maar gaan. Ja. Nou, ga jij er maar in bed.
geweest. Willy! Wie heeft jou gezond? Nee, vader. Nee, mij. Prachtig is het. Zonder mijn toestemming ga je de deur uit. En laat je zoenen door een bakker. Door een bakker. Kijk eens op je rug. Kijk eens op je rug. God, ik weet helemaal niet wat je bedoelt. Jok niet. Je bent al even diep gezonken als je lieve broertje. Moet houden. Schitterend is het hoor. Dan maar allemaal de deur uit. Ben is het hier. Laat zich zoenen door een bakker. En nog wel zo'n doodgewone bakker met zulke gas. Schandelijk is het. Allemaal eruit. Mijn zoon met een dipjuffie. En mijn dochter met een bakker. Bakker. Zo'n bakker. Bah. Moekie, ik geloof dat het maar het beste is dat Mary trouwt. Nee, Conrad, dat is een reus idee. Ik weet zelfs al een goede man voor haar ook. Daar heb ik jouw raad niet voor nodig. Ken je Schimmelman? Schimmelman? Ja, natuurlijk. Hele nette kerel. Ja, veel verstand van paarden en zo. Oh, je bedoelt dat Schimmelman en Mary? Natuurlijk. Nou, dat is toch gek, stapel gek. Dat is toch... Wat? Nee, nee. Schimmelman. Ja. Ja. Misschien, hè? Ja. Goeienacht. Kom maar. Trusten. Trusten! Oh, trusten, ja. Dacht ik, je zei wel trusten. Daar. Willy. Ja? Wat is er? Kun je niet slapen? Jawel, kindje. Direct. Ja, waarom ben je dan zo nerveus? Ik ben helemaal niet nerveus. Nerveus niet. Ga toch slapen. Je moet morgen om 7 uur weer op. Ik moet niet om 7 uur op. Ik ga niet meer naar de bank. Waarom niet? Wat is er gebeurd? Ik ben ontslagen. Daar heeft meneer mijn vader voor gezorgd. Zo. Nou ja, we zullen wel weer wat anders vinden. Ik kan toch ook werken? Ik heb toch mijn diploma typen en stenografie? Lief klein kind. En nu nergens meer aan denken. Je gaat nu lekker slapen. En morgen zullen we immers wel weer verder zien. We zijn toch geen kleine kinderen weer. Alles komt toch immers nog terug. Je zult zien. We worden nog rijk. Kopen we een klein huisje. Je weet wel, zo'n klein, gezellig witlandhuisje. En een auto. En ik neem een bediende en een keuken mee. Maar de appeltaart die bak ik zelf. Dat blijft zo. En dan krijgen we logees. En dan wordt de grote tafel gedekt. En jij trekt je smoking. Thank you.
Loes. Wat moet u hier? Ik wou baron van Heuvelshuizen spreken. Wie bent u dan? Ik ben... Ja, ik zie het al. Kent u mij? Nee. U bent dus de nieuwe huishoudster. Pardon? Ik ben hier gekomen om... Ja, natuurlijk, zij is de nieuwe huishoudster. Ik ben erg blij u hier te zien. Maar u zou toch pas de eerste komen? Ja, nou, ze dacht natuurlijk dat we haar eerder nodig hadden. Heb je al toch niks gevraagd? Hoe heet u? Ik... Louise Hildebrand. Ze zal zelf wel weten hoe ze heet. Nou, dat moet je niet zeggen. Hebt u al eens meer zelfstandig een huishouden gevoerd? Ja, een vol jaar, bij een heer alleen. Wanneer zul je ze eindelijk je mond houden? Nee, laat die juffrouw nou eerst even naar haar kamer gaan, niet? Dan kan ze zich een beetje opfrissen van de reis. Hans! U woont boven, juf? Ja. Dank u. De bediende zal u dadelijk uw kamer wijzen. Frans, dat is de nieuwe juf. Wil je haar even haar kamer wijzen? Best, meneer. Mag ik u verzoeken? Nou, Cora, hoe bevalt ze je? Heel erg. Nou ja, over 14 dagen gooi je er toch weer het huis uit. Dit is de nieuwe huishoudster, vrouwle. Nee, de nieuwe huishoudster. Ik ben Louise Hildebrand. En dit is ons lief vrouwtje.
hartelijk welkom in ons huis. Frans, ga jij maar, ik zal de juffrouw wel alles weten. Dat zal ik je zeggen. Ik heb gezien dat het met Willy zo lang al niet gaat. Ik wil het proberen met zijn vader te verzoenen. En nu houdt hij jou voor de nieuwe huishoudster? Ja, precies. Nou, dat is toch prachtig. Dat is het mooiste wat er gebeurt. Kom, ga gewoon mee. Zou je... Oh, mijn been. Ja, ik liep net beneden en toen vlogen we naar het raam. En dan ben ik overheen gevallen. Ach nee, maar het gaat wel weer voorbij. Kom maar, daar ga je Karel bij. Deze kant op. Nou, en dit is jouw kamer. Wat nu? Ja, eerst neem je een bad. Knap je een beetje op van de reis. Hè? En dan zullen we wel verder zien. Nou, hebben we dat niet prachtig gedaan? Hè? Weet je wat hij denkt? Hij denkt dat jij, hij houdt jou voor een dondeus. Ja, zo'n dier temster, weet je niet? Zo'n vrouw die zo op de rug, van een olifant, een tango stept, weet je wel? En die zo haar hoofd in de muil van een koningstijger steekt. Zij heeft een paar ogen. Kijk, ik zeg je, zulke kokkers. Trouwens, ze is nog zo jong en veel te goed voor zo'n zware dienst als hier en voor zo'n oude bromtol. Afijn, hij zal er wel weer wegtreiteren en dan krijgen we weer zo een. Zeg, ik geloof dat jij voor kikkertopter bent. Nee, nee, daar pas ik wel voor op. Maar dat zeg ik je, als ik nog 60 jaar jonger was, nou, dan wist ik het wel. Ik moet iemand daar in de kamer brengen. Ja, het zijn lege wijnflessen. Het valt wel een beetje moeilijk, want de benen die willen niet meer zoals ik wil. Maar wat daar zit, dat wil nog wel. Ik ben pas 83. Nee, die mat die draag ik. Nee, vrouw, dat wil ik nog niet hebben. Nee, juffrouw, u zult nog vertellen. Nee, juffrouw, doet u dat dan niet. U zult zien, u krijgt nog een ongeluk. Nee, dat wil ik niet hebben. Nee, volstrekt niet, dat wil ik niet hebben. Dat is nou, ik dank u wel. Ik dank u vriendelijk, hoor. Ik dank u wel. Ik geloof dat wij gauw goede vrienden zullen worden. Ja. Zo, en nou zullen we eens een beetje aan het werk gaan. Hè? Kunt u gauw? Waar is het huishoudboek en de ingeschreven rekening? In de laar. Is dat uw zoon? Nee. Nee? Ja, dat is mijn zoon. Is het huishoudboek? Hij lijkt veel op u. Jammer genoeg. Kijkt u na of alles klopt? Ja, 20, 26, 28, 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
Woont uw zoon ook hier in huis? Luister dus. Juffrouw, hoe is uw naam ook weer? Mijn naam? Wacht eens even. Weet u niet hoe u heet? Ja, natuurlijk. Maar doordat we net over uw zoon spraken... Hildebrand heet ik. Juist, Hildebrand. Nou, dan luistert u goed. Ik wil niet dat in mijn huis ooit over mijn zoon wordt gesproken. Waarom? Heeft hij zich misdragen? Misdragen is al heel zacht uitgedrukt. Hij is tegen mijn wil getrouwd met een tipje vie. Foei, verschrikkelijk. Ontzettend. Wat zegt u ervan? Ik heb hem dan ook het huis uitgejaagd. Kent u eigenlijk dat tipje vie? Nee, gelukkig niet. Ik ben ook niet nieuwsgierig. Luister eens, juffrouw Hildebrand. Als die vrouw het waagt hier in huis te komen als ik er niet ben, dan jaagt u de royale deur uit. Dat vrouwmens komt niet over mijn drempel. Waarom lacht u? Ik dacht opeens aan een gelijkenis tussen u en iemand die ik bijzonder goed ken. Ook zo'n brombeer als ik. Dikwijls wel, ja. Zo. Dan zou ik maar niet te veel meer met hem omgaan. Dat is niks. Alles wat u hier ziet, dat hoort bij het landgoed. Daar hebt u een moestuin en een broeikas. En hier is alles veilig, alles waar u ziet. Verrukkelijk, prachtig is het hier. Kind toch. Wat bedoelt u? Zo tenger zijn je armen. Hoe heb je dat klaargespeeld met al die wilde dieren? Met wat? Die leeuwen, die tijgers. Je hebt ze toch getemd? Je was toch tenteur? Ik? Ach ja, natuurlijk. Hebt u dan nooit angst gehad? Angst? Ik? Ha, wat denkt u eigenlijk wel? Ik heb iedere avond ook mijn hoofd in de muil van een leeuw gestoken. Ha. Nee toch? Ja toch? Och, dat was voor mij maar een kleinigheid. Mijn compliment. De jongeheer, onze jongeheer. Ja, ik ben erg blij van hem hier weer te zien. Wat ben ik gelukkig. Wat ben ik, meneer de baron, wat ben ik... Willy! Willy, wat kom jij hier doen? Onze jonge meneer is er weer. Zal gaan dadelijk en kan doen. Is mijn vrouw hier? Ik vraag om mijn vrouw hier eens. Ja, ja, je vrouw is hier. Ik eis dat ze onmiddellijk met me terug gaat. Stil toch. Ik wil niet dat ze hier voor me bedelt. Stil, spreek toch niet. Ik wil niet dat ze beledigingen van die oude despoot. Wat betekent dat? Het betekent dat ze hier is aangenomen als huishoudster. Maar niemand hier in huis weet dat ze hier overhoudt. Loes, waarom heb je dat nou gedaan? Dat is toch niet verstandig?
Daar. En wat is die bleek, hè? Meneer de baron, nou moet u weer voorgoed bij ons blijven, hoor. Conrad, hier, jongen. Neem eerst je druppeltjes. Ben nog niet zo ver. Begin pas. Eet dit pas voor druppeltjes als het gezakt is. Nou, neem ze nou voor één keer voor het gezakt is. Bij uitzondering. Mooie! Wat moet ik, mijn jongen hier? Heeft hij iets te zoeken? Ja, zo'n vrouw. Wat? Ja, die is namelijk van hem weggelopen. Weggelopen? Hm? Weggelopen? Nee. Heb ik gezegd! Dat heb ik gezegd! Ik heb het zien aankomen! Ik heb het al Moekie, moekie! Ik heb het altijd gezegd en natuurlijk weggelopen! Maar weggelopen met een idioot, hè? Ja! Nee! Naar een idioot. Naar een idioot. Wat? Willy! Willy! Dag Willy, hoe gaat het? He? Zullen we eerst een glas wijn opdrinken? Kom, kom. Willy, oh, dat moet worden beklonken met een glas wijn. He? Zo. Willy, ik ben gelopen. Kom jongen, kom. Kom maar jongen, kom. Neem jij ook. Ik hoop, jongen, dat je nou weer voorgoed bij me zal blijven. En dat alles weer zo mag worden zoals het was. Jongen. Verder. Proost, kinderen. Wel mag het ons bekomen. Wat rust nemen. Willy kan het beheer overnemen van het landgoed. Mm. Een mooie reis maken. Ja, ik ga met je mee. Nee, dat ontbreekt me nog. Maar eerst moet Willy die vrouw kwijt. Ik heb meester Van Meren getelegrafeerd hier te komen om de nodige stappen voor de echtscheiding met mij te regelen. Ach, ja. Oh, nee, 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 nee. Niks gebeurd. Zo. Conrad. Wat? 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 Ik bedoel, wat heb je, meester Van Meren, geseind? Dood eenvoudig. Kom, dadelijk, Hergers, Huizen, regeling, gewichtige familiezaken. Nee, Conrad, je bent een genie. Je had het nooit mooier kunnen doen. Loesje.
lieve. Ik gelukkig ben ik blij. Dan zijn we eindelijk een ogenblik alleen. Dan kunnen we tenminste ongestoord praten. Loesje, ik heb zo naar je verlangd. Maar de jongen, ik toch ook. En nou zou ik nog graag willen. En nou zou ik nog graag willen dat Mary trouwt. Dan heb ik wat je noemt een gelukkige levensavond. Ja, ja, ja. Nou, ik heb je toch al gezegd dat ik een goede man voor haar wist. Hm? Ik heb je toch gezegd dat ik je goede raad niet nodig heb. Hm. Mary trouwt met Schimmelman. Prachtvent. Geweldige kerel. Flink. Energiek. Zo mooi. Tjalala. Ik heb een informatie op hem genomen. Zet je letters niet dat is. Nou. U hebt ervoor te zorgen dat hier orde en netheid heerst. U moet dagelijks alle rekeningen controleren. En persoonlijk alle gekochte waren in ontvangst nemen. Jawel, meneer. Ik wist niet wat ik zeggen zou. Ik was zo geschrokken. Trouwens, dat moet hier heel alles veranderen. Goed begrepen? U heeft u zonder tegenspraak naar mijn mensen geschikt. Ziezo. Die heier. Zal ik je zin even vertellen? Als je nog één keer wacht dat meisje hier zo aan te blaffen, dan krijg je met mij te doen. Het is een schat van een meisje. Keurig meisje. Zet onder mijn persoonlijke bescherming. Zo. En gaat u nou maar naar boven. Gaat u maar rustig slapen. Huh? Juffrouw Hildewald. En trek u maar niets van aan wat dat brutale heerschap u beveelt. Ja. Ab. Goedenacht. Goedenacht. En nou zal ik jou eens wat vertellen, vriend. Dat meisje is lang niet zo schuchter als jij denkt. Die is zelfs in staat wilde dieren te temmen. Ja, dat heb ik gemerkt, vader. Nou dan. Wat is het dan? Hier heb je de informatie over Schimmelman. 45 paarden, 200 varkens, groot gezin. Blijft alleen nog maar de vraag of Mary wil. Mary wil? Mary! Ja, vader. Ga zitten. Mary, luister. Ik heb de volgende beslissing genomen. Willy moet zich laten scheiden. Ik heb meester Van Maren laten komen. En ik wil dat jij trouwt. Heb je Van Maren hier laten komen? Oh, vader. Je bent de beste van allemaal. Nou. Oh. Nou. We werden Schimmelman. De zaak waarover ik je moet spreken is van het allergrootste belang. Je weet, Schimmelman, ik mag je graag en we zullen eerst een borrel nemen. Nee, dank u. Fles wijn? Nee, dank u. Likeur? Nee, dank u. Misschien heeft u een glas karnemelk. Een glas wat? Een glas karnemelk. Karnemelk? Oeh, juist. Gekarnde melk. Ja, wat zo. Een glas karnemelk. Zoiets vreemds dan eigenlijk. Maar af. Is gekarnde melk. Ja, niet zo. Breng dadelijk een glas gekarnde melk in de bibliotheek. Karnemelk? Waar moet ik dat ineens vandaan halen? Weet ik dat. Vraag niet zo stom. Maar ik heb geen kat meer.
eigenlijk in huis? Nooit is hier wat in orde. Het is hier de keuken en bende. Dat is niet zo. Dat is al zo. Nou, ik zeg dat het niet zo is. Dat is al zo. Nee, dat is niet zo. Hij is achterhoor. Ga kamer naar werk en anders eruit. Ga maar naar eruit. Toch zitten, Schimmelman. Als ik mag, heel graag. Ja. Vertel mij eens even, Schimmelman. Hoe oud ben je nou eigenlijk? 82,5. Ik zie er nog best uit, vindt u niet? Hm. Vertel eens, Schimmelman. Voel je je nou eenzaam? Altijd zo alleen op die grote boerderij? Hoezo? Wie zorgt er voor je huishouden? Dat doet mijn oude Joris allemaal. En zorgt hij ook voor je eten? Ja, tuurlijk. En kan die koken ook? Nee. Nee, wat doe je dan als... Wij eten altijd te koud. Maar Schimmelman, dat kan toch niet? Je kunt toch niet altijd maar koud eten? Dan moet toch behoorlijk voor je worden gezorgd? Heb je nou nooit eens trek in wat lekkers? Huh? Fijne kippenragout, met madeira-saus en champignons. Oh ja. Ja, maar daar is een vrouwenhand voor nodig. En ik geloof dat ik je daaraan kan helpen. Nee, het is toch niet waar? Ja, jij krijgt er, Schimmelman. Een ander krijgt er niet. Er is al eens een voor geweest, ja. Weet je wat ik tegen hem gezegd heb toen hij dat hebben wou? Hier, ik heb deze leeuw genomen en ik heb... Oh nee, pardon. Meneer Van Maren. Meneer Van Maren, luistert u toch even. Hè? Smeek u. Doet u eerst die lever. Die lever? Weg. Wel. Oh, ja, ja, ja. Jij mij dan? Geeft u maar aan mij. Oh. Alsjeblieft. Dank u. Meneer Van Maren, ik moet u spreken. Ik heb u getelegrafeerd. U? Ja, wie anders? Ach, nee. Wat wilt u dan van me? Gaat u even mee naar boven. Het gaat om Willy. Willy? Is die hier? Ja. Dat moet je de melk. Wat scheelt eraan, Katrien? Ach, meneer Schimmelman, het is niet meer uit te houden met de baron. Hij snoot me de hele dag af. Maar ik ga hier weg. 20 jaar lang heb ik gedaan wat ik maar in zijn ogen lezen kon. En vandaag heb ik zijn lievelingskostje klaargemaakt. Kippenragout met madeira saus en champignons. Oh. Jou heeft hij bedoeld. En hoe wil je hier vandaan? En zo gauw mogelijk, meneer. Heb je al een andere betrekking? Nee, nee, meneer, nee. Kom, kom, Katrien. Een flinke meid als jij. Oh, u bent wel vriendelijk, meneer Schimmelman. Schimmelman. Dat zeg ik toch. Willy. Ja, wat voel je nou uit? Ik wou eerst. Is dat niet de badkamer? Badkamer? Nee, hoe kom je nou weer? Het is toch de kamer van de huisartsen? Wat zegt u dit? Ja. Van de huisartsen? De badkamer is nog altijd daar. Oh, ja, ja natuurlijk. Gek dat ik je zoiets vergeten. Ja, dat is vreemd, ja. Thank you.
Esther! Oh, yes. Dank u hartelijk, vader. Ik was helemaal een beetje verstrooid, ziet u. Trouwens, ik ben ook nog niet uitgekleed. Ziet u wel? Ja, ja. Ik zal me even gaan verkleden. Yes. U hebt u hier wederrechtelijk binnengedrongen. Morgen, Willy. Goed gezellig. Nou, heel slecht. Ik heb trouwens niet eens een behoorlijke nachtzoen van je gehad gisteravond. Willy, je gaat eruit, Willy. Nee, doe nou, laat me nu niet. Luister nou, ik moet me laat me nu hier blijven. Ik zie je toch al zo weinig. Ja, ja, ja. Ga eruit, Willy. Willy, ga eruit. Willy, kom op, 5 minuten. Moet je nou weer aan bad nemen? Nee, nee. Is dat? Nee, vader. Ik wou alleen maar aan de huisartsen vragen hoe laat het was. 9:10. Dank u wel, dank u wel. Luister eens. Van Meren is bij me. Kleed je gauw aan. Kom er ook bij. Ik wil dat ogenblikkelijk gezorgd wordt voor je echtscheiding. Lekker op. Meneer Van Meijeren. Het is zover, hoor. Wat? De vrouw van Willy is er van deur. Tja. Wat u zegt? Ja, ik heb dat uitgezegd. Heeft u het gezegd? Ja. Een of andere dag gaat ze er tussenuit. Ja. Maar dat is toch niet mogelijk? U moet ogenblikkelijk echtscheiding in orde maken. Maar waar is ze dan? Huh? Dat weet ik niet. Nee. Weet Willy ook niet waar ze is? Nee. Hoe kan ik dat dan het exploot laten betekenen? Dan laat u de rest ons opsporen door de politie. Maar één ding spreken we af, nietwaar? Geen verzoeningspogingen. En als dat voor mensen het waar, ook maar één voet hier over de drempel te zetten, dan vliegt ze er ogenblikkelijk uit. Morgen, meneer Van Hagelshuizen. Ik stoor toch niet? Goedemorgen, kindje. Jij stoort toch nooit? Ik gooi ze persoonlijk alle tafel af. Daar kan ze verzekerd van zijn. Zoek je hier wat, meisje? Nee, meneer. Ik wilde alleen even de afrekeningen van gisteren controleren. Ah, ja. Mag ik u even iets vragen? Voelt u zich helemaal gezond? Wel toch? Ik bedoel, bent u helemaal fris? Fris? Ja, gezond van geest. Zeg, ik voel me lekker. Ja. Hebt u nooit hier, ik bedoel, daar zo'n eigenaardig gevoel? Nee. Komt u nog bij? Oh. Misschien als kind tot ik eens iets. Hallo. Hans. Nou, ik laat de heren nog maar even alleen. Jullie kunt dan gezamenlijk even de echtscheiding bespreken. Ik heb beneden nog een gast. Op het ogenblik. Op het slot Hagershuizen. En wie is dat daar? Dat is de nieuwe huishoudster op Hagershuizen. Hè? Oh, en waarom? Jullie wil je laten scheiden? Wel nee, geen kwestie van. Ja, maar waarom ben ik dan eigenlijk hier? Oh ja, voor Mary natuurlijk. Pardon, dankjewel. Ja. En vertel eens, waar is Mary? In de muziekkamer, beneden. Muziekkamer, dankjewel. Hè. En ik verzoek jullie vriendelijk mij niet meer te storen.
excuseer me, schipperman, dat ik je even heb laten wachten. En heb je er nog eens over nagedacht? Ja, dat heb ik. Nou, en? Het is goed, meneer Van Herkershuizen. Ik neem er. Bravo. Dat bevalt me, dat is kort en bondig, dat is mannentaal. Wil je nog een glasje karnemelk? Nee, dank u bescheiden. Ja, ja, ze heeft me heel veel geluk gegeven. Vroeger bijvoorbeeld, niet meer, als mijn middagslaapje wat lang duurde, dan sloop ze op haar tenen naar me toe en dan maakte ze me wakker met een flinke zoen. Ja, ja. Jasses! En vond u dat zomaar goed? Ja, natuurlijk. Ze kwam ook altijd op mijn schoot zitten. En dan las ze me voor uit de krant. Ja. Nou, als u dat zo prettig vindt, ja, ja, dan stuur ik er iedere middag wel even naar u toe. Ja, ga nou naar de muziekkamer en praat nou even rustig met haar. Doe dat nou maar even. Ga maar gerust naar binnen. Ja, nu staat de tweede deur. Ja, niet bang zijn. Ga maar gerust. Ga maar gerust even. Ja, ja, ja. En als jullie het eens zijn, dan roep je me dadelijk. Ja? Ja, ja, ga nou maar. Ga nou maar, die tweede deur. Ja. Wat wilt u? Meneer Schelmerman, meester Van Maren. En waar is Katrien? Huh? Wie? Katrien, de keukenmeid. Of... Nou, ik zou zo zeggen, in de keuken, meneer Schimmel. Ja, natuurlijk, ja. Waarom? Ik dacht ook al, wat moet de keukenmeid hier in de muzieksalon doen, hè? Ja, nou, u neemt me niet kwalijk. Hè? Die door bemiddeling van dat bureau bij ons is geëngageerd. Huh? Dat daar? Maar dat is een gemene leugen, dat is de zwendelaar die wil onder de duim beschieten. Die truc die ken ik. Dat zou je wel willen, hè? Dat zou je wel willen, hè? Onder het gras onder de voeten wegmaaien, hè? Een arm onschuldig meisje zo te mishandelen.
Heeft ze je pijn gedaan? Zo, zo. Je hebt je dus feitelijk hier binnen gesmokkeld, hè? Heel listig binnen gesmokkeld. Maar het is niet zo erg. Het is helemaal niet erg. Ik ben zelfs heel blij dat het zo gelopen. Je weet, mijn kind, ik mag je. Nee, en daarom wil ik ook dat je blijft. Wil jij dat? Ja. Maar alleen als... Alleen als wat? Alleen... Als uw zoon ook hier blijft. Mijn zoon? Hou je dan van hem? Ja, heel veel zelfs. Maar kindlief, mijn zoon is getrouwd. Tenminste voorlopig nog. Dat hindert niet. Ik ben ook getrouwd. Ik ben van mijn man weggelopen. Wat vertel je me nou? De vrouw van mijn zoon is ook van hem weggelopen. Wat vertel je me nou? En is de echtscheiding geregeld? Tje, luister eens even verder. Ik heb er nog eens rustig over nagedacht, maar ik wil helemaal niet scheiden. Wat betekent dat? Ik laat me niet scheiden. Ik eis van je. Dat je van je vrouw laat scheiden. En ik zeg u dat ik het niet doe. Willy, ik beveel je. Wat sta jij daar stom te kijken? Ben je versteend? Waarom had je mijn droppeltje zit? Voel je dan niet dat ik me begin op te winden? Conrad, je zal wel weer afwinden. Ik ben de vrouw van Willy. Ja, vader. Dat is mijn vrouw. Begrijpt u nu waarom ik me niet wil laten scheiden? Ja. Nu begrijp ik het. Dat ik de druppels niet meer nodig heb. Gooi ze maar weg. Gelukkig. Ben blij. En waar is Mary? Ja, staan echt genoeg. Wat is het, Ben? Nou, salaat.